Zo mensen, goedenavond is het hier. We zijn live bij KNF Gaming met Ferdy. En Kevin. Yo, ja, we gaan eens even lekker survivalen. We hebben net de nieuwe Minecraft, leuk heb ik al Village gezien. Net de nieuwe Minecraft 1.7.2 gaan we nu spelen. Ik heb vroeger altijd op 1.6.2 en 1.6.4 gespeeld. We gaan even de episode starten survivalen met Ferdy. Nou is mijn vraag hoe ik bij die chest goed kan komen. Leuk. Erg leuk. Heel erg leuk. Leuk. Like gaat wel. Heel erg leuk. Heel erg leuk. Leuk. En leuk. Nou. Is dat nou dark oven? Nee, dat is gewoon ongoed. Ja, misschien zoals mensen... Wacht, hè? Nee, dat is lopen. Een paar blokjes hebben. Ik ben naar beneden dief daar. Leuke van Minecraft 1.7.2, zoals jullie misschien al wisten waarschijnlijk, is dat er een paar nieuwe bomen zijn. En er is wat nieuwe shit toegevoegd, zoals dat, grote bloemen. Wat ik eigenlijk niet bepaald mooi vind. Maar oké, okay. Dan wil ik deze hebben, niet vallen. Van mij. En wat Kevin ook beweert, wat nieuw schijnt te zijn, is dat als je met je torch in je klauwen loopt, dat je dan... met je torch in de klauwen loopt, dat je dan ja, gewoon licht hebt. Dan wil ik dan dadelijk even zien. Kom op. Dat beweren vrienden van mij, dus ja. Een poging te proberen waard. Blijkbaar niet. Werk ik zo te zien niet. Dat is kut. In ieder geval, dit is de allereerste episode van ons van KNF Gaming. We gaan de episode starten dat we gaan survivalen. En door sommige omstandigheden kan Kevin niet echt filmpjes uploaden. Dus ik begin de eerste komende episodes. Zul je waarschijnlijk alleen met mij spelen. Of zit Kevin naast mij, zoals dit geval. Kan het even wachten? Sorry hoor, dat wordt aan de deur. Ja, kan je ze ergens neerleggen? Ik ben een filmpje aan het uploaden namelijk. Ik ben een filmpje aan het opnemen voor YouTube. En Kevin, kun jij ze even aanpakken anders? Sorry hoor mensen, klopt even iemand aan mijn deur. Maar in ieder geval een hele mooie village hier. Is erg, Minecraft-achtig. Ja, ook voor jou. Molte. Chest. Ha! Dit zocht ik jongens. Ah, dit is leuk. Geef maar. Hey Kev. Ja? Ik heb gevonden. Zadel en iron boots en een iron helmpje. Okay. In ieder geval, ik hoef dus geen huis te bouwen, want we beginnen gewoon onze fucking episode hier. Ja, mooi. Godverdomme. Hé, hey, gras in huis. Dat is nieuw. Weer een huis bouwen. Oh. Oké, dus een helft van een village is opgesplitst en hier zit gewoon de helft in de fucking nieuw. Ja, cool. Hout. Ik denk dat ik mijn eigen huisje bij ga. Nee, fuck it, ik ga gewoon een smid. Ja, die moet ik opzoeken. Die smid, daar zet je smid in. Oh, was dat die? Ja. Waar je die spullen gedaan hebt. Ik wil eerst even minen. Waar even die shit van hem. Dan ga je toch een smid weer hier. Wow. Ja, dat is leuk. Hè? Dit is awesome. Hij lekt hem een beetje dood. En dan dat naar. Die crashen. Oh, dit is een beetje beurt. Het is wel leuk. We kunnen nu zien wat onder. Dus waar we moeten graven. Ik vind dit wel erg interessant. Dat het zo groot is en zo. Ja. Ik heb gehoord dat bij de functie waar je bij jij. Motte. Ha. Oh, iemand heeft iets gedropt. Wacht, ze kunnen treden, hè? Ze kunnen vliegen. Ja, fuck jou, elf emerald. Wat te gein. Oh, die willen alleen maar emerald. Bijna al leuk hoor. Dan in jouw hoofd. What the fuck is dit voor bullshit om mijn hoofd te kopen? Niet. In ieder geval een beetje vage map. Maar ik heb gehoord dat in de functie dat jij die map hebt ingestalleerd is ook de grootste en in ieder geval de hoogste top dat een berg kan zijn. Meer dan 1000. Blokjes hoog. Vanaf 0 punt. En er is geen 0 punt in die map, dus ja.
Nou, er is wel een nulpunt, maar er staat niks op een nulpunt. Je staat altijd hoog. Ach ja, dan beginnen we gewoon hier even met hout hakken. Even kijken of er schapen zijn. Nou, fuck dit dorp. Eerst wat ik wil doen, we gaan denk ik de eerste paar nachten hier in dit dorp over. Je had toch een bel gekregen? Een? Een bel? Ja, oh ja, natuurlijk. Jee. Nou, dat is een tekstje. In ieder geval wat we gaan dan doen, fuck dit dorpje. Het enige wat ik nu dadelijk ga doen is dus kijken of er schapen zijn, wol zoeken. En dan gewoon al het huisje wat je meeneemt, we gaan gewoon lekker travelen. Gaan we een traveler serie maken ofzo. En dan gewoon alles wat je gebouwd hebt, gewoon een klein kuthuis van 3x3 ofzo. En dat gewoon afbreken. En dan als je de volgende dag breken alles weer af of opbouwen dan bedoel ik. En dan breken alles weer af en dan gewoon opnieuw een stuk verder lopen. Dat je gewoon een hele nieuwe wereld ontdekt. Jong, kutgras. Is dat in sommige gevallen niet heel onhandig? Misschien wel, maar we moeten echt een perfect, want ik wil eigenlijk een dorp maken. Of gewoon in ieder geval een hele mooi vlak gebied vinden waar ik helemaal in mijn eentje lekker kan survivalen. Eventueel dicht bij een village, maar dit village is heel kut gebouwd. Ja, en in jouw functie is de wereld alles behalve vlak, dus dat wordt een leuke uitdaging. Daarom juist. Om iets daar vlakjes te zoeken. Alhoewel, dit is wel aardig vlak, maar het is nogal nat. Nog hout hebben. 28. En een boompje meer. Een keer een leuke mod gezien, dat is als je één houtstukje van een boom omverhakte, dan kwam al het hout naar beneden van de hele boom. En dan, alleen ik weet niet precies welke mod dat was, maar dan kreeg je dus bij één houthakje, kon je de hele boom, dan kreeg je al het hout. Nou, zoals in real life, je hakt gewoon een boom op. Ja. In één keer. Dat is juist mooi, maar ik weet niet. Niet zoals bij Minecraft dat je een rondvliegende stuk zet. Ja. Dat is namelijk wel erg krenken eigenlijk. Ja. Dat zie je. Wacht, wel kut, dat zou ik doen. Dus even hun farm checken. Volgens mij groei je daar, hebben ze daar meel gebouwd. Dus dat je ook bij ieder ander grassprietje kan vinden aan zaakjes. Heb ik alvast iets om mijn eigen farm op te starten. Als je hier aan de overkant gaat, is dat niet een mooie plek. Het ziet er in ieder geval zo vlak uit. Dan. Ja. Dan bouw je misschien, als je toch naar die village wil, bouw je misschien eerder eens een keer dan terug over die water heen. Dan ben je vast. Inderdaad, dat is een goeie. We hebben water, dus we kunnen een farm maken. En dan wil ik hem wel boven mijn gebied hebben. Niet dat als ik s'nachts wil farmen, dat ik meteen dat pokkenend helemaal naar beneden kan lopen. Maar dan moeten we even een bucket hebben met water. Als we iron hebben. Oh, kijk eens mensen. Dit is een mooi gebied. Zeker. En dan met watervalletje erbij. Zoiets zocht ik eigenlijk. Daarboven of zo. Even varkens. En dan kan, kan ik hier gaan minen. Dan kan ik dit mijn mijn maken. Nou, bouw eerst je huisje. Ja, dat is slim. Dan gaat hier bovenop of zo. Hey, paarden. Dat is ook leuk. Het is wel een beetje heel veel. Ferdy, de eerste 8 afleveringen hoef je geen varkens te doden. Althans, geen varkens te farmen wegens je hebt de overvloeden. Wat het eerste wat ik nu even ga doen, let even niet op als mijn huisjes een beetje kut zijn, maar het is gewoon puur even overleven. Snel. Ja, overleven inderdaad. En je hebt dus ei. Ja, inderdaad. Als je die pot gooit op de grond, dan heb je. Misschien, hè, maar goed, de tijd. Het wordt donker, shit. Ja, lekker. We gaan wel meteen ook een redelijk goed huis maken wat hier, wat hier moet blijven staan. Maar heb ik hem ook nog even in peaceful staan. Speaker, oeps. Oh, dat klopt niet goed. Peaceful, ja. Dat kan ik namelijk even s'nachts doorbouwen. Dat is in mijn geval even vitaal. Nou, in ieder geval na je huisje zetten we hem in ieder geval om. Oh, mooi. Dan wil ik hem een beetje stijlvol hebben. Dus hier op zo'n halletje. Dan 2 breed. Weet dat het begintje hebt gedrukt. Je ziet. Zo. Dan heb ik hier een chest meegenomen. Ja.
mag ik een beetje breder hebben eigenlijk. Kom er dan wel even uit. Kap ik gewoon nieuwe bomen. Houd zat. Ik heb aan de overkant. Ja, oké. Dan is die tenminste 3. Ik ga dit, hier ga ik de rand op maken. Dus dit wordt het innerlijk gebied, zeg maar hier. En hier ga ik hem nu opbouwen. Ik maak gewoon 2 hoog. En dan kan ik later wil ik een torentje maken waar ik me eventueel kan verdedigen als ik later een boog heb. En waar je een beetje uitzicht hebt over, ja, zeg maar het farmland. En het farmland kan je als laag gewoon omheen bouwen. Dus ja, echt heel veel paniek voor je farm, dat hoef je niet echt te hebben. Ja, dat niet, maar ik bedoel met mijn farmland, mijn boerderij, zeg maar, dit wil ik een boerderij maken. En later zeg maar dat wij als ik stenen en alles nog goed heb, dat we dan, zoals het, hoe jij altijd huizen bouwt, weet je, dat we dat gaan maken. Oh, meer Hive Revolution tegenover jou. Ja jongen, ik bouw gewoon even snel, random, iets goedkoops, weet je. Kijk, zoals dit. Yeah. Dat is gewoon puur zodat het, dat het materiaal bespaart. En ik bouw... Jij bouwt mooi, weet je. Ik bouw alles behalve materiaal besparend. Jij bent gewoon zo'n fucking gast. Als jij een houtblok in je hand krijgt, je maakt er iets fucking moois van. Ik bedoel, het is survivalen. Het is geen, weet ik wat, Tom Clancy of zo. Die alles duur moet hebben, weet ik precies. Of zo, de Sims, hey. Sims 3 met zijn dure pro-shit, weet je. Nou, laat ik het zo stellen. Mensen, laat dan de comments weten van wat jij van survivalen vindt. Kan het dan goedkoop, zoals Ferry het doet? Of kan het ook gewoon mooi? Misschien wel beide, maar dan moet je dat uitzoeken. Oh shit, die was bijna vergeten, het belangrijkste van survival. Craft. New achievement. Wat wou ik eigenlijk maken? Je wou gewoon mine. Nee. Oh ja, je wou gewoon mine. Maar ik zou eerst een deur maken. Oh ja. En jij hebt wel sticks. Oh, die 3. Dubbele deur. Dat kan. En dan omzetten naar peace. In ieder geval easy. Hey, Clofiel, ga eens gauw uit mijn huis. Dood hem dan gewoon. Bitch. Mijn voedsel. Kun je maar aanvallen? Nee, 7.2. Dat zou leuk zijn. Geen idee. Mijn huis klotzak. Handig is eigenlijk om een zwaard te hebben. Ach ja, probeer. Je hebt 11 houtblokjes in totaal. Houtkap. Moet je hem niet op ease afhalen? Nee, even niet. Ik moet eerst even mijn bed hebben. Dan weet ik wel zeker dat het, dan is het tenminste een beetje preset allemaal. Als ik hem nu van peaceful afhaal, dan is het voor YouTube ook niet leuk, weet je, want dan zit ik alleen met mijn huisje te wachten. En ik kan nu wel een beetje rond gaan rennen, maar dan ben ik binnen 2 minuten dood, weet je. Op jouw manier wel, je bent niet echt een goede sluiper, zoals ik. Nee, maar weet je dat die creepers en alles, die kun je gewoon zien, hè? Ook al sta je achter een muur, ze kunnen je zien. Ja, oké. Okay. Ze komen eens omlopen en dan boem. Ja, en als je sneaky bent, kan ik niks aan doen. Ja, ik ben sneaky. Ja. Ik ben Spider-Man. Nee. Spider-Man. Dat is heel dope. Maar die moet toch ook heel sneaky zijn voor de creeper gast. Spider-Man is gast die al door de lucht heen slingen. Ja, of niet, hè? Dan ben jij eigenlijk meer een sticky bomb, ben je al? Iemand die altijd lastig is. Oh, ja. Die altijd overal aan blijft kleven, zoals jij. Sticky bomb, poep. Die in één keer plotseling achter je staat midden in de nacht. Hey. Ja, hetzelfde als jij dan je bij een rand aan gaat kloppen en dan je met gitaar gaat spelen om weet ik hoeveel, 3 uur s'nachts of zo. Dus ja, dat doe ik ook wel eens. Ja, ik wou net zeggen, dat heb ik ook wel eens gehoord een keer volgens mij. Of het was een rand, of het was jij, of het waren jullie samen. Dat was een rand en ik zat erbij te luisteren en zat een beetje kritiek op hem te leveren dat hij dat zo laat niet moest doen. Echt iets van 2:30, 2:30. Ja. Ik dus schat, ga naar bed. We hadden de hele dag hadden we toen doorgekomen. Kunt. Ah ja. Je moet wat te doen hebben. Dat is wel, maar je moet ook slapen wanneer je moet. Van wanneer je moe bent, moet je. God, gewoon. Hey, moet je eieren, gaan. Pak je eieren. De kans schijnt ze te kunnen koken om te eten. Heb je dan niet eerst een oven nodig?
Ja, inderdaad. En dan moet ik eerst minen. En dan, godverdomme, wat ik nou wil gaan doen, is... schapen zoeken. Ja, ook, maar... Oh ja, een pickaxe maken. En een veelhuisje. Ja. Dat kunnen we wel een keer automatisch laten gaan. Ja, gewoon een passplate. Nee, een passplate is dom. Gewoon een lever die ze alle twee opent. Ja. Open. Ook had ik wel een keer een heel mooi systeem gemaakt met een... Zullen we meteen allemaal onze brug gaan maken? Dan moet niet door het water heen. Dat kan. En wat ook maken, ik heb eens. Is maar eentje. Ja. Twee is wel handig, want je hebt dan een houten pickaxe. Ja, oké, maar ik bedoel, ik kan hem later van steen maken. Maar twee kan er langer doorgaan. Ja, waarom? Die je een langer mining tijd als het ware. Ja. En dan ga eens even kool halen. Bij het village had ik kool gezien. Bij de village. Oh, misschien een keer op een kool van boeien. Ik heb torches nodig voor mijn mijn eigenlijk. Nou, ik ga wel even terug. Nee, wat je doet is dan overmaken? Ja, maar ik bedoel, ik heb een dingen nodig. Torches. Ja, wat je doet is, je maakt een oven. Ja. Je gooit er iets van hout in, wat juist hem kan verbranden, dus werkt als voeding. En dan gooi je eigenlijk gewoon dat onbewerkte houtblokken neer van de boomstam. Ik heb het over in de mijn. Ja, en weet maar je hoeveel energie dat geeft? Oh ja, natuurlijk. Ik heb er niet aan gedacht hoor. Gewoon hout verbranden, ja, natuurlijk. Hier is een gedachte. Maar ik bedoel, hier ligt gewoon kool oor en dan krijg je er nog eens XP voor. Ja, oké. Okay. Ah, shit. Ja, leuk. We gaan het hele dorp gaan terroriseren. Half een dorp leeg je ook. Nee, Clovio geeft mij als wel. Ja, wat heeft hier zijn vangtje? Nou, 19 biets voor 1 euro. Nou, dat is in ieder geval de eerste filletje die we tegenkomen bij jouw survival serie die geen emeralds vraagt. Die is nog niet klaar voor mij. Die had dit gewoon. Dan heb je in ieder geval goede basis begint zo'n als iets. Hey, wortels. Wortels, die zijn ook klaar. En de wortels? Ja, kijk maar. Ja, je wortels. Wat kun je daar mee? Als je één wortel opnieuw in de grond steekt, dan krijg je uiteindelijk 3 nieuwe als die gegroeid is. Dus als de een wortel een beetje boven de grond zichtbaar is. Alleen je moet er wel goed op letten, want ze verrotten heel snel. Net zoals aardappels. En maar wat kun je ermee? Kun je die eten ofzo? Ja. Of zo in je bek steken? Ja. Lekker. Kun je ze niet koken dan? En dat heb ik nog nooit gebombeerd eigenlijk. Kip kan je wel koken, zoals je weet. Je hebt 5 eieren momenteel. Ja, of course. Eieren zijn stoer, je weet. Ik zat te denken, hè, als nou daar die dag over is en ik heb mijn schaap gevonden, ik ga slapen. Dat we dan gewoon de nieuwe aflevering beginnen dadelijk. Dat we het episode 2 doen. Zeg maar een beetje dat dit episode 1 is, getting started ofzo. Maar dus is het maar allemaal nog niet klaar, of wel? Nee. Ja, hangt een beetje vast. Hallo? Lek. Hij hangt inderdaad vast. Ah, dat was lek. Dat is een aardappel. Aardappel! Ik wil aardappel! Je had al die aardappels. En kip gooien. Ik heb daar een kip midden tussen. Waar heb ik daar kool gevonden? Voor mij naar beneden. Ja, naar beneden en dan net bij de val. Daar. Ja. Hier tegen nee! Hoef ik niet! Hier tegen de wand aan. Fuck you, I don't care. Dat doet hij vaak. Sorry voor mijn computer. Au. Dat deed pijn. Nee, je loopt weer verkeerd. Verkeerd. Wat is er verkeerd? Je moet de andere kant op. We moeten zo buiten tegen de wand aan. Ja? Ja. Hoe dat klinkt eng. Tegen de wand aan. Ja. Dan was dat waarschijnlijk niet eens. Wat is een andere? Of hier. Goed. Liet er een kip bij een eitje op. Godverdamme. Was het hier? Ja. Ja, eigenlijk al in de wand. Nee, dat is een cool oor, hè? Geen iron oor. Jij een alfabet bent kan. Ja. Uitgeluld. Auw! Ik heb deze batterij. Niet door, niet met de batterij! Dat is giftig afval. Nucleair. Ja, hier. God, ah! Is hij ook? Dus moet je dit ook kunnen eten. Maar die nucleaire frietjes was gewoon vies. Die gloeide haast.
kutschool van mij. Ik kon ze niet eens friet bakken. Oké. Okay. Een frietenbakker. Ja, een frietenbakker. Met nucleaire friet. Met nucleaire friet. Oeps, ik wil geen gravel. Misschien wel leuk voor een weg later. Ja. Maar dat doe ik dan altijd liever mooi. Nog van half. Ik haal dat later wel. Hè. Ik ga nu eerst even torch maken. En dit is heel erg mooi. Zie die kater, joh. Zie die gat. Niet thee. En kan je daar niet zand van meenemen? Dan heb je hier aan. Dan kan je weer verbranden vandaan. I'm burning sand for the windows. Het is eigenlijk best ziek dat je de hele avond hebt gespendeerd. Naar je vader toe. Misschien kan je dan ook afleveringen maken verder. Ja, ik kan proberen. Waar de tv niet aan heeft staan. Dan hoor je dat helemaal. Kant op wil. Is dat nu bij de hele grote. Ja, ik had ook van de stone kunnen maken. Stone voor. Fuck care. Van mij. Ik neem het gewoon mee, dat wordt mijn reisdingetje. Heb je wat? Last word to say? No. Why? I don't care. Tihi. Nou, nog een easy. Dan gaan we terug richting je bed. Waarom zijn ook al options? Easy. Ik wil proberen om later in de episode, zeg als we bij episode 6 of zo, of 7, misschien 8 zijn, dat we dan. Is het klaar? Ja. Dan neem ik dat meteen even mee. Om als we bij episode misschien 6 of zo zijn, dat ik hem dan naar normal zet en dan steeds bijvoorbeeld om de 10 episodes, dat ik hem een niveautje hoger zet, gewoon tot ik dood ga. Dat je op een deur gewoon via op een deur op harder zet. Ja, zoiets. En dan gewoon dat een aflevering daarna noemen, weet je wel. Van van mijn part, of ja, nu Nederlands noemen, hè. Van episode van mijn part 10 van Easy naar Hard. Hé, die gaf elkaar lief. Hebben die nou een nieuwe gemaakt? What? Ben je verliefd? Oké, dat is leuk voor je. Stamp je dood. Wow. Die valt naar beneden. Kijk, als je daar naar beneden valt, dan krijg je pijn. Kun je met die dingen neuken of zo dan? Ze kunnen kinderen krijgen, ja. Ah, ja. Wat is precies een wijf en wat is een vent? Daar ben ik ook niet helemaal uit. Dat was volgens mij in de texture pack wat wij hadden, John Smith's texture pack voor 1.6. Daar kon je. Ja, er waren heel veel vrouwen en heel weinig mannen, maar oké. Okay. Ja, daar kon je voor beter zien. Of het zag er even meer uit dan vrouwen. Maar het zag er beter uit. En misschien als die mooiere John Smith een goede versie ervan kon. 1.6.7 Nee, 1.7.2 bedoel je? 1.7.2. Moet steeds weer 1.7.2, 1.0, punt, weet ik wat ze allemaal met punten doen. I don't care. Don't question my logic. Ja, PewDiePie, ik doe je na. Had je wat? Ja, ik ga jullie aanklagen vanwege mijn woorden gebruiken, want ik heb de copyright op gezet. Ja, boeien. We don't care. En nou is eigenlijk altijd de vraag, zoals wat ik altijd heb bij Minecraft. Ik ben altijd, als ik een afstand van mijn huis af ben en ik kan mijn huis niet meer zien, dan ben ik op een dure weg kwijt. Heb ik ook een keer gehad bij een huis. Ik had een complete boerderij gemaakt. Echt een hele mooie boerderij met dieren en alles shit erbij. Ik heb wel geteld een week lang met elke dag Minecraft spelen. En elke dag een uurtje, denk ik ongeveer. En hij hangt weer vast. Heb ik elke dag Minecraft spelen een uur, twee uur lang, heb ik na een week pas weer mijn farm gevonden. Ik had een of andere rare toren geplaatst van, met hout, met planks, met cobblestone samen. En daar had ik een toortje opgezet, zodat dat op zou vallen. Ik heb letterlijk een week rondgelopen en toen had ik pas mijn huis weer gevonden. Dus mensen, zorg dat je niet te ver van je huis weggaat op het begin survival. Oké, furnace. Nog voor, denk ik. Ah ja. Dat sowieso. Een bedje. En dan gaan we eens even lekker aan de volgende aflevering. Te pleiten.
Kom op. Misschien is voor jou ook een beetje slim om een keer te denken aan een georganiseerde chest. Maar doen we later wel. Ik heb nu dus heel veel nodig. Gewoon dadelijk, oké. Ik zit te denken nou net, als we nu gaan slapen, dadelijk bij de volgende episode. Dan is het namelijk de nieuwe dag. En dan zou ik denken, dan gaan we een farm maken. Ik heb genoeg seeds. Ja, je hebt genoeg seeds, maar je hebt geen bucket voor water. Oh ja, natuurlijk. We gaan dus door. Dus gaan we dat eerst nog doen. Ja, even zoeken. En die deur is een beetje beurt. Kijk maar. Die zit links en die zit aan de andere kant. Die zitten daar. Aan de buitenkant zitten ze daar zo. Kijk maar. Vage shit. Dat is echt fucking slecht. Mooi, je manier wou je toch aan de andere kant maken. Ja, maar dan moet ik eerst een bucket hebben. Maar ja, nou, dan gaan we het gewoon even door. Dan wordt... Ik ben je toortjes vergeten. Oh ja. En zo. Niet al te veel te gebruiken. Nou, zo is wat we doen. 40. Meer dan. Ja, nou meer dan. Als ik mijn groot maak. Oeh, dit is een mooi begin. Nou, je hebt hier wel je al meer kool. Kool is geen gebrek aan in deze map. Maar dit wordt dan een redelijk lange aflevering. We kunnen hem ook in twee splitsen. Maar het slimmer is als ik eerst armor ga zoeken. Je hebt toch maar 3 stukjes nodig. Dan kan ik die fucking die kool laten hebben. Jij mee. Jij mee. XP. Naar level 1. Jee. Ho, 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 ho. Daar zit een skelet. Ik ben niet zo blij als je het hoort. Oké, ik ga mijn eigen wel uitgraven. Fuck you. Ja, of dat ze zo mobs bouwen. Kanaal. Ga ik niet voor. Maar je laat een heel groot probleem weten. Dan word je heel dichtbij. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dan liep ik boven de grond overdag bij een Minecraft en dan hoorde ik allemaal heel veel zombies. Of het is gewoon een dungeon geweest, dat kan ook. Nee, het was gewoon een open veld. Ja, maar dat onder jou een dungeon zit. Dat is ook. Nu gaan we eens naar beneden. Dat is kapot. Ook zo leuk ding, weet je wel. Ja, terwijl het helemaal niet uit ijzer bestaat ofzo. Daarom. Slecht, Mojang, slecht. Rietje over. Anders dat je kop hebt. Ik denk niet dat jouw personage van Minecraft ook wil. Ja, weet je wat? Dit doen we gewoon in de volgende aflevering. Dan wordt het al heel erg lang. Ja. Dat is mensen, dit is episode 1 van Minecraft Survival with Verdi. Welkom bij Kind of Gaming. Maar ja, we gaan er even mee kappen, denk ik. Want anders wordt het een hele lange aflevering. Uiteraard, abonneer op ons kanaal en we zien je later. Ajus!